Yo, mensen, knop op de kier. Vandaag zijn we weer terug met een nieuwe Tropical Five. En we zitten hier alweer in onze wereld. En we hebben hier al een uitgebreide Our staan. Even kijken. Aha, dus we krijgen nu de vraag. Doe het duimpje vast omhoog natuurlijk als je de serie leuk vindt. Maar we krijgen hier de vraag of we eigenlijk een kerk willen maken. Want ze willen het religie wat omhoog brengen. Dus dat gaan wij doen. We gaan daar wat aan doen. Wij gaan eventjes wat bouwen. Um, de mannetjes hebben nodig. Even kijken. Een um, church. We gaan een church plaatsen. We kunnen hier ergens wel leuk een church plaatsen. Um, laten we die een beetje zo in het centrum zetten. Gewoon zo naast de huizen zo. Ja. hoppatee, Daar komt de kerk, jongens. Jullie kunnen een kerk verwachten. Nog een vraag, daar gaan we. The world is at war. I may not be an expert, but now would seem to be the time to build up one's military power. You never know what might happen. Oké. Okay. Dus ze willen dat we een leeg gaan bouwen. moeten barakken gaan bouwen. Um, even kijken, barack Obama. We gaan eens even kijken wat we kunnen maken voor. Jou. We hebben barakken hier ho. Oh. Ze willen drie barakken hebben. Uh, we kunnen hier bij de mine wel goed een barak plaatsen, gok ik. Um, heeft deze een uh, in- en uitgang? Even kijken. Nee, niet echt. Dus we kunnen gewoon hier zo een barak bouwen. Die doen we gewoon naast de mines. We moeten er drie stuks bouwen. Dus uh, poepoe, we zijn al nou even bezig. Oh, We kunnen nog even niks bouwen. We moeten even wachten tot we weer geld hebben. Maar dat komt goed, we verdienen wel weer geld. Een barak is duur zeg, zo so de knetters. Nou ja, we bouwen in ieder geval een barak. Dat is goed. Increasing the happiness of the religie, dus dat is goed. Ze worden al blijer zo te zien. Nou, we gaan de kerk moet nog komen. Dus als die kerk eenmaal zal staan, dan zijn ze vast hartstikke blij. En dan is het allemaal hartstikke goed. Eens even kijken. Wat hebben we hier nog meer? Wat kunnen we nog boenen? Ik denk dat we het moeten uitbreiden binnenkort. We kunnen misschien wel even een pad aanleggen. Alleen moeten we eerst even centjes verdienen, want we moeten meer geld hebben. We hebben geen centjes. Jongens, we willen geld verdienen. Kom op, bootjes. Ga met die banaan. Uh, nou, er komt alweer een bootje aan, dat is goed. Die gaat weer geld voor ons binnenharken. We hebben nu 6000, 3000, 4000. Het geld komt langzaam binnen. Laten we deze weg hier zo doorlopen. Is dat een goed idee? Um, road. Hit the road, check. Zo, die laten we gewoon hier zo doorlopen. En dan kunnen we hier misschien nog wat extra dingen. Dit is natuurlijk hout, dus dat hout moeten we daar wel een beetje houden. Houten, <laughs> uh, We kunnen hier al een weg door laten lopen, gok ik. Um, zo vanaf hier. Zo, dan hebben we een beetje dat afgesloten. En dan kunnen we dit connecten zo. Kijk, dan hebben we hier al een vierkant. Kunnen ze hier nog een beetje hout hakken. Laten we dit een beetje vrij voor het hout hakken. Kunnen we daar omheen wel wat gebouwen plaatsen natuurlijk. Dat is wel handig. En het dorp kunnen we daar vergroten. Dus laten we nog even een uh, extra huisje bouwen misschien. Vinden ze misschien wel prettig om nog even een extra woning te hebben. Uh, we hebben ook betere huizen zag ik trouwens. Hier, deze huisjes. Laten we deze huisjes hier nog even bij plaatsen. Dan kunnen we die hier ook nog een paar van bijzetten. Zo, nou hebben we er weer een paar huisjes bij. Mensen ook weer blij. We hebben weer geld hier zo verdiend. Dat is een goede zaak. Uh, barakken hebben we er nu één van. Er moeten er nog meer van. De kerk. Ik denk dat er vanzelf een priester komt. Kijk, de eerste is al Fernanda Ramos. Ramon, Ramos. Ja, Ramos, ik zei het goed. En uh, we hebben een paar priesters erbij. Dat is nice. Dat is altijd goed om een beetje ons volk te respecteren, natuurlijk. Nou, de Barak is bijna af, zo te zien. Ze zijn hard aan het bouwen met de barakken hier ook. Oh. Even kijken bij het onderzoek. Kunnen we alweer wat dingen onderzoeken? Nee, deze is nog steeds bezig met Constitution. Nou, laat dat maar even doorgaan zo. We klappen er doorheen zo, jongens. Het gaat lekker. De weg wordt ook aangelegd. Dit is nog wel zand, zo te zien. Maar ik denk zodra we hier ook gaan bouwen, zal het zand wegtrekken en wordt het ook gewoon mooi. Hier kunnen we nog een hele hoop huizen kwijt, zo te zien. Nou, die huizen daar zijn mooi gebouwd. We hebben daar mooi een verharde weg. Uh, laten we nog een weg aanleggen. Om een beetje alvast in te plannen hoe en wat we het gaan doen. Zo. Zo, dan kunnen we hier weer een rij huisjes zo kwijt. Dan kunnen we hier nog wat huizen kwijt. Zo kunnen we alles een beetje goed verdelen. Uh, dit ziet er goed uit. Nou, de houtzagerij is nog altijd flink aan het bouwen hier zo. Dus dat gaat ook allemaal goed. Moeten we nou even een keer uh, expeditie gaan doen, denk ik. Om wat meer te gaan... Uh, Onderzoeken hier zo. Dus we klikken op ons paleis en explore. Dat kost 1000, maar ja, we moeten het doen. We have an to the of Strictly speaking, this is not considered exactly legal, but I guarantee that no one will find out. We moeten winnen iets. Uh, we kunnen beter safe than sorry. Uh, we can win without cheating. We gaan zonder cheaten winnen, oké? Okay? We gaan het gewoon een keer even niet cheaten nu. Dus we laten gewoon even alles eerlijk gebeuren. As my father used to say, ignorance is bliss. I'm happy to, uh, to report that your destiny member has returned victorious. Education abroad. Um, improving skills. Uh, Oké, okay. nou, is goed. Mooi man dat we skills hebben geïmproved. Nou, deze gasten gaan daarheen. Dat is mooi. Wegwezen met die keeltjes. The What election you? results are in. Let me be the first to congratulate you, Presidente. Hé, hey, we hebben het gewoon kaart gewonnen met 70%. Nice. Zie. Ze vinden ons wel een goede president. Ik wist het. We doen ons best ook hard. We hebben alleen nog wat baraks nodig. Kijken of we alweer een barak kunnen bouwen. Um, barak. Nee, we kunnen die nog niet bouwen. Die kost 7000. Dus dat is best wel een duur grapje. Dus we moeten eventjes gewoon geld gesparen. Ah, nu ziet het beeld er altijd veel beter uit. Zo kun je alles mooi zien. Hey, yes, dit gaat heel nice. Ons paleis, hè. Kijk, zo even kijken hoe het paleis eruit ziet. Het ziet er goed uit, hè. Een mooi paleisje. We hebben een mooi paleisje.

Even kijken. Voting rights, wealth, uh, religion and state, armed forces, um, no education, soldiers, fewer voters, based on religion, uh, increase liberty and happiness. Ja, is goed joh. Appetite, tekenen we gewoon. Oké, we kunnen weer nieuwe dingen doen. Special prize today. White flag. Everyone who guesses a number of the current amendment to the constitution wins a free drink. Anyone who has even the slightest idea what's in it will also get a drink, because he's definitely not drunk enough. Nee. nee. Ah. Oké, okay, nice. Nou, iedereen krijgt een gratis date met haar. Nou, top. Wat wil je nog meer? Oké, okay, we zijn hier dus nu land aan het verkennen. Kijk, dus dat is nice. Um, hier zo zie ik een vraagteken. Daar gaan we heen volgens mij. En als ik hoop dat we dit een beetje bekijken ook. Dan kunnen we... Hier zit waarschijnlijk weer in mine. Ik zou niet weten wat het is. Maar we gaan er gewoon eens op klikken, oké? Okay? Kunnen er nog niet op klikken. Oké, okay, nou, er zat dus helemaal niks. We moesten daar gewoon heen lopen en terug. We hebben in ieder geval een stuk land erbij. Dus uh, we kunnen gewoon zeggen nu. Uh, we maken een weg vast. Aha. Jullie zien wat ik zie. Een hele hoop mines. Zie je dat? Dus we kunnen hier alweer een hoop extra minen. We moeten dit alleen nog ontdekken. Dat is wel weer jammer. Kijk, wat is dit voor mine? Ik denk dat dit gewoon gold of zo is, of niet? Kool. Aha, kool. Dus hier kunnen we kool hakken. En die, die kunnen we niet op klikken. Maar dit is dus een coal mine. En dit zijn dus ook mines. We weten nu een beetje hoe de mines eruit zien. Dus daar kunnen we kool gaan minen. Dat is een goede zaak. Dat kan nooit kwaad. Um, dan gaan we dat maken of niet? Ja, dat lijkt me wel verstandig. We kunnen beter zoveel mogelijk doen. Uh, de, ja, want alles uh, levert weer geld op. Oké, okay, even kijken. Mine. Um, een mine. Oké, okay, top. Zo. En dan hebben we een Hit the Road Jack. Zo. Dan hebben we hebben er een, uh, een road aangemaakt. Dan moeten we nog een keer hier zo langs de kust. Ach, man. Kost ook weer zoveel geld om allemaal te verkennen. Ik denk dat we mooi dit hele hoek hier Maar nee, weer net niet. We hebben weer pech. Um, nou, die mine die loopt in ieder geval. Die bouwen we daar al even door. Zo. We hebben 17 dollar in 28. We zitten eigenlijk een beetje in de rode cijfers. We moeten een keer kijken of we meer kunnen gaan verdienen. Misschien wel verstandig. Maar dit is nice. Dit is vet. We hebben er een mine bij. We gaan nu ook kool produceren. Dat is goed. En kunnen we al bijna een haven extra bouwen? Want dat is wat we ook willen. Hmm. Nee. Um, zo, we scrollen er even doorheen zo. Nee, dat kunnen we ook nog steeds niet maken. Huizen. Een aerodrome. Oké, okay, dat klinkt heel cool. Maar het zal vast niet super cool zijn. High school, observation, clinic. Nou, een clinic wil ik ook een keer maken, want ik wil wel mijn mensen ook uh, een beetje tevreden stellen. Dus um, even kijken, waar kunnen we die het mooiste plaatsen? Welke, welke kant gaat de pijl op? Maakt niet heel erg veel uit. Misschien kan die hier zo mooi... Oh, kijk, hij kan hier mooi naast. Kijk, nice. Hebben we daar een kliniekje erbij? Kunnen we de mensen ook weer een beetje beter maken? Dan maken we de mensen alleen maar beter mee. 80% houdt van ons, dus hey, ons, we houden het volk goed tevreden... Dus uh, hey, voor de eerste keer dat ik een game op start, loopt het best goed. Tuurlijk hebben we hem op easy staan. Dus moet het ook wel aardig makkelijk gaan. Maar we leren de game zo wel. We weten een beetje wat we moeten bouwen, wat we moeten openen. En als we dan straks campaigns gaan doen, zijn we erop voorbereid. Oké, okay, er rijden nog een hoop auto's hier zo. En ik zie hier weer wat huisjes staan. Laten we gewoon een brak erbij bouwen weer. Want dat was ons doel. En laten we dat doel ook maar gewoon behalen. Uh, we kunnen hier denk ik nog wel een uh, brak erbij maken. Uh, misschien aan de kust. Kan dat hier zo net? Ja, we gaan aan de kust nog even een brak. Oh. Het is weer zo'n loading screen. Soms heb je dat. Nou, ik vind het allemaal prima. Nice. Dit hebben we hier zo geplaatst. Er is dus weer een brak erbij. Dan moeten we nog één brak extra plaatsen. Ik zit even te kijken wat een goede locatie is voor een brak. Misschien gewoon hier zo. Oké, okay, dus uh, nog een brak. Dan hebben we die missie ook weer klaar. Oh, die kan hier precies naast zo. Hoppatee. Nog een brak in de stad. Die brak zitten soldaten in en ik denk dat die gewoon automatisch gewoon produceren soldaten. Daar werken gewoon mensen zoals je ziet en die mensen die zullen daar wel goed terechtkomen. Nou, de kliniek woont, daar werkt nu een dokter, dus dan kunnen we de mensen weer wat extra blij maken. We zitten eventjes in de min, dus we moeten even letten op ons geld weer. Um, dit is iets gezakken, maar het stijgt weer, dus dat is een goede zaak. Misschien moeten we wat meer wachttorens hier en daar plaatsen. We hebben er nu daar een paar. We moeten natuurlijk alles goed beveiligen in onze stad. Ik wil niet dat we overvallen worden straks in één keer door een uh, hogere macht. Die in één keer naar ons toekomt en in één keer ons overvallen gaat. Dus dat zou ook geen pretje zijn. Ach, kijk de mensen blij zijn. Hoeveel mensen wonen er in zo'n huis? Vier families. Housing quality. Oké, okay. en hier zo. Er wonen ook vier mensen in, maar dat is een hoge kwaliteit. En we hebben nog apartementen. Daar kunnen twaalf mensen in zitten. Nou weet ik niet wat beter is, maar... Ik zie wel dat we misschien nog een keer een parkeergarage erbij moeten maken. Parking lot. Zo. Appeteen. Parkeergarage erbij. Dan kunnen die mensen daar ook parkeren. Dat is belangrijk natuurlijk. We hebben weer een vraag: We moeten echt veel braks bouwen. Holy shit, joh. Is dat zo belangrijk dan? Blijkbaar wordt het een hele dikke oorlog. Dus uh, nou, we zijn gelukkig met nog meer berak aan het bouwen al. Het wordt dus oorlog, jongens. Er komt een oorlog aan. Dit is wel heel eng. The Illuminati High Council held its usual drawing of lots to decide who has to die to kick off the Great War. Um, uh, um, the Illuminati. Uh, the winner Frans Ferdinand has het about it. The bookmakers are getting bits. and lucky. Sent an assistant? Uh, dat is dus iemand om hem te vermoorden. Let someone else kill him. Oké, okay. iemand gaat hem vermoorden, jongens. We gaan iemand vermoorden. Dit is niet zo netjes van ons. En dat daarmee zal de oorlog vanzelf uitgelokt worden. Maar ja, dat is even niet anders. Oké, okay, dat is dus ook een dikke barak hier al hebben we. Want ik zit even te kijken. Want als we hier dus kijken bij military... We hebben we een fort, een military fort. En we hebben baraks. En die barracks moeten we dus heel veel maken. Ik vind het prima, maar. Uh... Even kijken. Oh, hoe, hoe, hoe loopt de weg? Dichterbij. Even kijken. Dit torentje. Zo. Ik wil hem altijd mooi aan de weg hebben staan. Dat is mooi. Um, zo. De mensen moeten veilig voelen. Even kijken. Deze mag hier zo aan de weg. Zo. Zo. Even wat extra torentjes. Hier twee. Daar één. Misschien daar nog tussen Hebben we overal torens staan. Dat we een beetje beveiligd worden. Dat is belangrijk. Nou, deze mine die doet ook zijn werk. Die autootjes halen het netjes op. Die mensen moeten dan een eindje lopen voor hun werk. Maar ja, dat is even niet anders. De houtzagerij gaat ook goed. Something die maar steeds for help have arrived from Oh oh. Ik kan niemand zenden. Sorry, ik kan niemand zenden. Waarschijnlijk hebben we meer barracks nodig. Invite. It's a great time. Ja, ja, we zijn dat aan het unlocken. Kijk, hier zijn we dat aan het unlocken. We hebben het nu net geunlockt. Oh, dat is nice. Dus we kunnen dit bouwen. Oké, okay, top. Um, waar kon ik dat doen? Bij house? Nee, nee, nee. nee. Um, we moeten even zoeken waar we dat kunnen doen. Um, een embassy moeten we bouwen. Een embassy, embassy, embassy. Ah, nice. We kunnen een ambassade bouwen. Dit is een goede zaak, want dat hebben we waarschijnlijk nodig. Oké. Okay. Embassy. Heeft hij ook nog een plek waar hij naartoe moet gaan met de weg? Nee. Oké, okay, dus dat ziet er gewoon cool uit. En dit is de voorkant, dus wij plaatsen hem. Hier opties hier tussenin zo. Hoppatee. Die komt achter het paleis. Dat hebben we gewoon dicht bij elkaar zitten. Die houtzagerij kan dan nog net hun hout hier zo halen. Dat komt goed. We moeten het natuurlijk ook een klein beetje volbouwen. En uh, dat ziet er ook beter uit zo. Misschien kan hier nog wel een appartement tussen staan. Als we bij housing kijken. Nee, net niet. Oh, shit. Oh, ik wil hier toch graag een appartement. Zo, appartementje daar erbij. Weer meer mensen natuurlijk kwijt kunnen. Dat is een goede zaak. Uh, dit ziet er allemaal goed uit. We zijn dit aan het bouwen. De tijd vliegt lekker door. We gaan hard. Nu kunnen we eindelijk deze taak voltooien. De invite of foreign power. Dus iemand uit het buitenland, die moeten we dus inviten of zo naar ons, en dan komt het goed. Oké, okay, we hebben weer een missie. Komrade president, I feel that the revolution's agenda is threatened. It seems the communists feel that our revolution is not the best it could be. All other countries erect monuments uh, to succeed their ideology of economy, inspiring the people of generations to come. Wat really excites me is the Commonwealth will build two tenements. Oké, okay, gaan we doen. We moeten weer wat bouwen. Twee tenements. Uh, waar kan ik dat zien? Um, Cigar factory. Nee. Um, police station. Nee. En uh, nee. En uh, nee. Ik zie hem niet staan zo snel. Dus dat is lastig. Ik moet altijd nog zoeken, natuurlijk, omdat ik niet weet wat wat is. We moeten in ieder geval iets bouwen qua beelden en zo. En tenements. What is a tenement? Why I don't see it? A tenement. A tenement. Nee, 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 nee. Tenement? Please? Are you there? Zo, dat was een binnensmondse boer. Ik kan hem niet vinden dat dus jullie hebben pech, joh. Jullie hebben pech, Hiro. Jullie hebben kaarte pech. Jullie moeten hem even wachten zo. Oh, wow, en die boer, excuse me, dat was echt een, Presidente, hoew, een red Bull boer. boer, boer, boer. Oké, okay, nou, ik ben er blij om. Super, goed gedaan. Um, we kunnen nu dit doen als deze af is. En dat is eigenlijk mijn hoofddoel even. We kunnen nu nog niet die beelden bouwen die we wilden bouwen. Een beetje jammer. Um, die is bijna klaar. Kom op jongens, bouw even door. Dan kunnen we er tegenaan. We willen dat ding zo snel mogelijk zien. Dan kunnen we de diplomatie hier zo doen. Dan kunnen we mensen inviten. Want dat kunnen we nu nog niet doen. Daar moeten we nog op wachten. Kijk, ze bouwen hard. Ze zijn hard aan het bouwen. Je ziet al, de stijger wordt even opgezet. Zo ging dat vroeger waarschijnlijk altijd. Met hout zo al die stijgers opbouwen. Gelukkig hoeft dat nu allemaal niet meer. We hebben nu gewoon stalen stijgers. Dan maar gewoon met buizen. Oké, okay, ziet er goed uit. Ziet er goed uit. Misschien moeten we nog even wat voor de mensen doen. We hebben weer wat geld. Waarom ook niet, weet je. Ehm. Um... Wat vinden de mensen fijn? Nog een extra restaurantje ergens hier zo plaatsen. Even kijken. Hoe ziet hij eruit? Zo, daar staat hij wel leuk. Zo, extra restaurantje. Kunnen de mensen lekker uit eten gaan. Hier zit er één. Hier zit er één. Oh, Waarom bouw ik ze naast elkaar? Nou, nee, maakt niet uit. Oké. Okay, en misschien hebben we nog een park of zo een keer. Dat, uh, denk ik denk dat dat ook wel mensen blij gaat maken. Kijk, nice. Mensen worden hier vrolijk van. Dat is wel een leuk parkje Presidente, het is zo heet dat ik twee over een hond Er is een serieuze vreugde aan onze groepen en soms may onze working Het kan te werken. was het om te Het kan mensen loco rijden. Uhm, burning Aha, dus er kan brand komen. Het is heel heet. I'm sorry, fellow farmers. My rain dance just doesn't seem to work. me Ik zie geen... Oh, is dit een brandweer? Want dan, die hebben we dan al. Maar ik kan niet zo snel een brandweer vinden hier zo bij deze. Dit is een college, high school, embassy. Die hebben we natuurlijk gebouwd. Die is nu af zo'n beetje. Dus uh, we moeten het hier even mee doen, jongens. Het is even een hele hoge droogte. Ik heb wacht. Invited country. Um, the the Don't allies. Show old chap, those Axis fellows give me the heebie-jeebies. I'm afraid this also means I will have to consort with those even. Oké, okay, we doen dit. We hebben nu uh, dit hebben we even gedaan. Uh, praise, expel, allies temporary invited again in 20 months. We doen een praise. Ja, we gaan even wat... We hebben wat dingen geprobeerd. We zijn... We gaan gewoon bevriend worden met iemand die kan ons hopelijk uh, redden. mens, Hebben we nu gedaan. Dus ik hoop dat dat wat helpt. Oké. Okay. Frans Ferdinand is going to Serbia. All would-be assassins will have to try to get him while he is there. Send delegations to the allies or exes. You will need an embassy. Oké. Okay. Um, wat hebben we hier nodig? Expel. Uh, ja, oké, okay, doen we. Ik hoop dat dit genoeg is wat we hebben gedaan. Ja, oké, okay, nice. Expel het oh my goal. Um, ik hoop dat dit goed is wat we hebben gedaan. Dit ziet er goed uit in ieder geval. Uh, ik hoop dat... De center delegation. Als ik hier op klik, wat kan ik hier doen? I lost You know it's... Demolish. Oké, okay, nou, we moeten gewoon wachten denk ik eventjes nu hiermee. Of ik ben gewoon niet slim genoeg, hoor. Dat zou ook in dit geval kunnen zijn. Oh, het is echt superheet en onze krops gaan kapot. Irrigate. Irrigate. Wat? Komen een helikopters over met water? Oh, nice. Yeah. Goed gedaan, jongens. Dit is wat we nodig hadden. Victory, presidente. With oh. the help of my secret rain dance technique, I was able to defeat the drought. And it only took me five months. Ja, nou mooi, de droogte is weg. Maar ja, heb ik net helikopters ingeroepen voor geld. Top, jongens. Het kost me weer een hoop geld, dit. Hebben we weer wat aan. Maar we kunnen wel weer normaal zien, het regent. Over vier maanden kunnen we weer wat doen bij de MSC. Dus het zal wel goed komen. Het is in ieder geval niet meer droog, daar ben ik I'm wel weer blij om. Ik hier veel nieuwe gezichten. Dit is geweldig, want ik ben voor nieuwe mensen. Welkom bij de Jolly Roger, nieuwkomers. Drinking, partying, worshiping, el presidente en having a good time are mandatory on our island. Ik heb het gevoel dat dat mensen zijn die boos zijn of zo, weet je wel? Die niet helemaal blij genoeg zijn. Dus uh, we moeten dat wel een beetje goed houden. Um, ik wil nog wel een, een taverne plaatsen hier zo. Ik denk dat dat wel handig is. Zo, hier nog even een taverne bij. Kunnen ze nog meer bier drinken? Als mensen bier drinken, jongen, dan worden ze blij. Geloof mij maar. Komt helemaal goed. Laten we even een rood aanleggen. Misschien betere kwaliteit huizen aan gaan leggen. Dat zou ook helpen. Um, kijk hoor. Huizen. Wat hebben we nog meer voor huizen? We hebben nog meer van deze. En volgens mij is de kwaliteit hoger bij de appartementjes. Dus weet ik niet zeker. Gaan we even kijken. Housing quality. Oh, nee. Nee. De huizen zijn nog steeds hogere kwaliteit. Dus dan gaan we wel gewoon huizen bouwen hoor. dan uh, gewoon normale huisjes. Zo, zo. Zo, zo. 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 Zo, we hebben er even goed voor huizen gemaakt. Dat geld is weer op. Maar er kunnen wel weer meer mensen in onze stad wonen. En misschien moeten we even een parkeergarage hier tussen gaan plaatsen. Zometeen als we het geld hebben. Want hier gaan een hoop mensen natuurlijk wonen straks. En dat vinden ze niet prettig. Maar ik wil in ieder geval voldoende huizen hebben voor de mensen. Zodat ze gewoon lekker fijn kunnen leven. Oké, okay, we hebben weer een missie. Daar komt ie. Mr. President, the world has changed. We need to create a dystopian future where everything is bleak. Words like that will be a real hit in the future. For that we will need an industry preferable for more polluting kind, okay. I'm very good in English Also we will need more than one as otherwise it will be impossible to form an evil corporation. Okay, have two different industries on the islands. Oké, okay, we hebben al één industrie op dat eiland. We hebben volgens mij. Uh... We moeten hier even naar kijken. We hebben natuurlijk hier de industries: de um, mijn. Um... Wat kunnen we nog meer maken? Sigarenfabriek. Ja, we hebben nu het geld er niet voor, maar. Textielmil. Dat zou kunnen. Oké, okay, dus dat is nice. Ik denk als wij een uh, plantation maken, kunnen we ook nog weer andere soorten plantaar aan het uh, plaatje. Oké. Okay. Um, pineapples cuton. Um, dat is volgens mij. Um, um, wat is kuton ook weer? Ik zit te denken hoor. Het was ergens goed voor. Ik weet het niet meer waar. Het, het is moeilijk. Ik weet het niet meer zeker wat het precies was. Maar we kunnen nog wat anders maken. Um, dan hebben we nu die Korn. Nou, waarom ook niet? Weet je wel. Dan gaan we gaan even corn. Dus dan hebben we hier nog een plantage. Zo. En een ranch. En hier kunnen we nog andere dingen doen. Kijk, lama's pigs. Dus we gaan voor de Pigmeat hier vandaag. Um, je ziet het, Hero is die meer vruchtbaar. En het zijn kleine, kleine winkeltjes. Dus um, die plaatsen we hier gewoon bij. Dan gaan we hier wat verder weg. Gaan we een beetje de. De industrietjes maken, zodat die boerderijen hier al in de toekomst weg kunnen. En dan kunnen we hier al verder gaan met die industrie's. En ik hoop dat dit een goede industrie is. En anders moeten we de koolfabriek of zo ombouwen tot wat anders. Want we hebben hier natuurlijk iron. En we hebben deze hallen hier zo. En ik weet niet of we hier wat extra dingen mee moeten maken nog. Of ja, we kunnen die... Uh, waar staan die ook alweer? Gewoon hier zo, een extra... Oh, dog. Dit is natuurlijk gewoon een extra haven. Dus die kunnen we wel maken. Laten we een extra haven straks gaan maken als we het geld hebben. En dan zou het er goed moeten komen. Gok ik, hoop ik. Dus uh, dat is een beetje de vraag. Laten we dan snel even de tijd een beetje doorspoelen. Kijken of we die haven nog kunnen plaatsen. Tweede haven hier zou wel mooi zijn. Dan kunnen we meer boten. En dan hoop ik ook meer te kunnen verdienen. Want we zijn nu aardig groot aan het worden. En één haventje zal eigenlijk wel een beetje te kort zijn en te, te weinig. glorious invention, president. Oké, okay, we hebben elektriciteit. Nou, volgens mij was er al lange elektriciteit. Maar goed, laten we daar maar niet te veel over mouwen. Um, een dock. Oké. Okay. Goh, ik ben altijd gewoon schil geweest, zie je dat? Oh, yes, die past precies ertussen. Nou, maken we hier mooi een avondje naast. En uh, dat zal, hoop ik, de, de, de boel een beetje upgraden. En ik denk dat we dan nog meer van deze dingetjes nodig hebben. Dus laten we die hier al even plaatsen. En een construction office. Zo, die baken we dan ook aan deze weg. Dus dan hebben we dat allemaal daar een beetje bij elkaar. En dan denk ik dat het helemaal goed gaat komen met onze wereld. Maar ja, je weet het natuurlijk nooit. Je weet het natuurlijk nooit. Ik hoop dat jullie het in ieder geval weer leuk vonden. Als jullie het leuk vonden, doe natuurlijk een duimpje omhoog. Dan zie ik jullie allemaal weer bij de volgende video van Tropico 5. Yo, yo. Yo, yo. En de vaart weer een boot door. Dus, vuur Yay. Yeah.